muntje is een leeuwencent. We gaan kijken. Wow, een leeuwencent. Nou, weer een muntje. 5 cent. 1958. Nou, ik ben terug op mijn oude vertrouwde veld. 3 dagen geleden kwam ik hier de grond niet in. Plek bewaard. En dan komt de gespie uit de grond. Kijken wat we vandaag nog meer gaan vinden. Eerste muntje. Leeuwencentje. Volgende vondst. Vingerroetje. Ik ga hem straks nog even beter schoonmaken. Altijd leuk om te vinden. Eindelijk weer een muntje. Met scherp Wilhelmina. 1 cent. 1948. Nou, 2 meter verder was het weer raak. Helaas niet meer compleet, maar een stukje van een Duitse stad Utrecht. Nou, een knoopje. Ik weet niet of er wat op staat. Moeten we echt thuis beter schoon gaan maken. Even kijken. Daar is het oogje aan de achterkant. En weer een vingerhoedje. Helaas is deze wat meer beschadigd. Thuis even oppoetsen. Zie hem straks terug. Nou, misschien dat deze geluk gaat brengen. Tot nu toe is het nog niet wat. Maar misschien lukt het met het hoefijzertje wel. Nou, het hoefijzer werkt inderdaad. Want een minuutje later dit horloge. Sleuteltje. Leuke vondst. Muntje, niet zo oud. 1 cent. Van na de oorlog. Maar het hoefijzertje brengt geluk. Ik ben benieuwd of we nog wat vinden voordat we naar huis gaan. Nou, op weg naar huis toch nog een muntje. Een Duits. Denk Gelria. Ja. Moet echt thuis wat beter schoongemaakt worden. Hopen dat we nog een jaartal eraf krijgen. Een mooi knoopje. Ja, en het oogje zit er nog aan. Het is van koper. Koperlegering. Ik ga hem thuis nog wat mooi proberen op te poetsen. Maar ik denk niet dat er wat op staat. Maar mooie knoop. Nou. Mooie glimmende knoop. Lijkt zilver. Geen idee of het ook echt zilver is en of het oud is. Thuis even oppoetsen. Kijken of het echt wat is. Nou, ik heb weer een mooi signaaltje in de 80. Een keer een live dik proberen. Meestal wordt dat niet wat. We doen ons best. Ja, toch een muntje. Ik ga hem even schoonmaken. Het zal wel een Duit zijn. Ik kreeg hem nu nog niet veel mooier. Thuis misschien beter. Nou, weer een muntje. Helaas aardig versleten. Ik kan er nu nog niks van maken. ...79, 82. Even kijken. Mensen, ik ben echt heel erg benieuwd. Zilver. Nederlandse leeuw met zwaard, maar helaas is die kapot. De andere kant. Schoonmaken. Oh. Ik ben niet bekend met deze munt, maar het ziet er echt super vet uit. Helaas niet compleet. Ik ga even kijken of het andere stuk ook nog in het gat zit.
Helaas zit er niet meer in het gat. Denk een zilveren 2 stuiver stuk. Oh, ik baal zo dat hij kapot is. Nou, ik ga hem thuis even beter schoonmaken, maar. Oh, man, wat vet hoor. Zilver en toch weer balen dat hij niet compleet is. Ziet hem straks terug in het filmpje. Nou, even bijkomen naar het 2 stuiver stuk. Hij was echt flinterdun. Hij is nog een stukje verder door het midden gebroken. Ik heb de rest ook niet meer kunnen vinden. Ik laat hem je straks zien. Maar we hebben wel weer een halve Willemscent. Dus we zitten op het goede spoor. We gaan lekker verder. Een supermooie 85. Even kijken. Even live wat leukste eruit kunnen halen. Het is een muntje. Leeuwencentje, even oppoetsen. En nog weer een cent erbij. 1967.